Ondertussen zijn we beland in het Villegaspark. En je vraagt je misschien af, waar komt die naam vandaan? Wel, Diego Villegas was een Spaans koopman die naar Antwerpen komt in de 16e eeuw en hij gaat hier handel drijven. We hebben zijn naam teruggevonden op een van de aankoopactes waarin hij peper gekocht heeft. Hij trouwt met Ariane de la Corona. Ze hebben 6 zonen en 6 dochters, met andere woorden, een flinke basis voor een flink nageslacht. Nu, in dit park vinden we ook een aantal sporen terug van de vroegere Berchemse poort. Want wat is er hier nu gebeurd? Op een bepaald ogenblik, dan gaat de school die hier wat verder is, gaat uitbreiden. En zij beginnen te graven en zij stoten op een aantal fundamenten. Eerst zijn ze een beetje verbaasd, maar als ze heel even hadden nagedacht of de architecten dat die grondig had bestudeerd, had men geweten dat daar de fundamenten lagen van die kazerne, van die poorten die men in de jaren 50 heeft opgeblazen. Je kan je afvragen, waarom werd er in godsnaam beslist om die omwalling en die fortjes te bouwen? Wel, wat gebeurt er? 1815, Napoleon wordt verslagen bij de Slag om Waterloo. 1830, België wordt onafhankelijk en we worden een buffer tussen Duitsland en Frankrijk. Dat is een beetje de bedoeling van de Engelsen. We moeten een neutrale staat worden, een sterke staat worden, met een koning aan het hoofd van dat land. Nu, in 1848... is er in Frankrijk een revolutie en krijgt men terug plannen of maakt men terug plannen om België te annexeren. En die worden echt concreet in 1852 als Napoleon III aan de macht komt. Dan zit de schrik er hier echt in en gaat men heel snel plannen maken om België te verdedigen. En de keuze wordt gemaakt om van Antwerpen een nationaal toevluchtsoord te maken, la réduit nationale, en dat te verdedigen. En men gaat heel snel al 7 aardefortjes bouwen, waarvan er een paar nog gekend zijn. Onder andere het fort van Mersem kennen we nog. De Arenasportal kennen we nog, dat is fort 2. We kennen ook nog het Groen Kwartier, dat was fort 4. Wat nadien het militaire hospitaal wordt. Dat zijn nog restanten van die 7 aardefortjes. En dan krijgen we Brialmont. En wie is Brialmont? Wel, Henri Alexis Brialmont, geboren in 1821, treedt in de voetsporen van zijn vader. Zijn vader was generaal, werd oorlogsminister en was vleugeladjudant van koning Leopold I. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader, gaat naar de militaire school. Na 2 jaar is hij al onderluitenant, 6 jaar later is hij al luitenant en hij gaat plannen ontwerpen om die verdediging rond Antwerpen uit te werken. Die plannen worden voorgelegd aan een commissie van experten en zij gaan akkoord. En dan zal men starten met de bouw van die omwalling. En de restanten daarvan, die kunnen we hier nog zien liggen.